Monique, je grootste angst is om te vallen. Had je daar vandaag ook last van? Nou, ik leek wel Dr. Bieber. Ik ging echt helemaal zo. Maar ik denk, nou ja, het moet gewoon over mijn angst heen komen. Ik zit ook te chatten met mensen die straatvrees hebben. Of die zeggen, ik heb ook een angst ergens voor. Als jij op dat ijs kunt, ja, dan moet ik dat ook durven. Dus ik ben al over mijn angst heen dat ik al niet maar aan het ijs heb vastgehouden. Zo van, ik wil niet. Dus ja, ik ben gewoon al heel blij dat ik zo ver ben gekomen om te gaan schaatsen. En de jury was niet heel erg positief over je. Was je het eens met het commentaar? Ik dans gewoon omdat ik het leuk vind. En om aan deze show mee te doen, dat is natuurlijk altijd punten in jury. Maar het gaat voor mij meer omdat we ontzettend we had fun. Yes. En in zo'n korte tijd, 10 lessen. Ik ben begonnen zo. Aan de hand van de lerares, dat ik nou achteruit kan schaatsen en de mohawk. En, nou, vind ik voor zo'n eerste, want het level ligt gewoon heel erg hoog voor zo'n eerste show, hè. Vergeet het niet, het is pas onze eerste show. Dus whatever happens, I'm already happy. En als je doorgaat naar de volgende ronde, wat kunnen we daar nog meer van jou verwachten? Nou, dus een wat sneller nummer, want als je dus heel langzaam gaat, dan moet je dus ook je spierbeheersing hebben. Nou ja, als je hartstikke nerveus gaat, gaat je lichaam al helemaal heen en weer, als een Dr. Bieber. Dus als je dan die beweging moet maken en dan op één puntje van je schaats, dan wil je al vallen. En het volgende nummer wordt wat sneller en dan is het makkelijker om in balans te blijven. Want dan kan je niet gaan wiebelen. Dus daar heb ik veel meer vertrouwen in. En een paar mooie lifts die wel heel goed kunnen. Pak nog één keer de camera. Waarom zouden mensen op jou moeten gaan stemmen? Als ik over mijn angst, reken maar, die is echt groot, want ik barst echt niet zomaar in tranen uit. Maar als ik over mijn angst heen kan komen, dan kan jij het ook. En ik hoop dat ik een voorbeeld voor jou mag zijn. Wat voor angst je hebt, dat je alles kan. Want dit is 2013, een nieuw jaar, een nieuw begin. Stemmen dus op mij, help me naar mijn tweede show.